Op het Haarlemmerplein wordt de trambaan hersteld. Deze werkzaamheden duren tot en met vrijdag 18 december. Heeft u last van de werkzaamheden hier? De werkzaamheden hierachter bij de trambaan bedoel je? Valt wel mee. Nee. Ik zou niet weten waarom, maar het hoort er gewoon bij. Nee, er is altijd wel ergens iets in de stad, hè, waar gebouwd wordt of gedaan. Dat houdt ook wel weer een keer op. De verhardingen in de halte worden vervangen en de klemverbindingen worden hersteld. Ook wordt het spoor aangepakt, een paar spoorwijten, hoogteligging en de lussen voor de signalering van de verkeerslichten worden vervangen. We werken ook 's nachts. We proberen het geluid zoveel mogelijk overdag te doen. En om de werkzaamheden zo kort en hevig mogelijk te houden, gaan we ook in de nacht bezig met zo min mogelijk lawaai, maar toch door te gaan. Heeft u last van de werkzaamheden hier? Niet echt, nee. Ik moet er af en toe met de auto voorbij en dan is het wel een beetje onhandig. Ja, je merkt het algemeen wel als er iets gebeurt met het verkeer, dat de mensen er wel last van hebben. Maar ik heb dit nog niet gemerkt, nee. Nee, dat heb ik niet, nee. Komt u hier zelf uit de buurt? Ja, ik woon hier in de Vinkenstraat, ja. En wat vindt u van de buurt? Ja, heerlijke buurt. Ik zou niet weg willen. Ja, prachtig plein en ik vind het heerlijk. Vlakbij het Haarlemmerplein zit de oudste bioscoop van Amsterdam die nog steeds in gebruik is, de Movies. De bioscoop begon in 1912 met één zaal en is langzamerhand onder verschillende eigenaren uitgebreid met 4 zalen en een ingebouwd restaurant. Door het Art Deco interieur kreeg de Movies de bijnaam Klein Tuschinski. Gaat u wel eens naar de bioscoop hier? Ja, naar de bioscoop hier achter op de Haarlemmerdijk. Dat is een leuk klein bioscoopje. En waarom deze bioscoop? Want de meeste bioscopen zijn zo commercieel en groot. En dit is gewoon leuk, kleinschalig en je kan een hapje eten. Het is tijd voor de prijsvraag. En die luidt, in welk jaar zag de bioscoop op de Haarlemmerdijk het licht? Vul op amsterdam.nl/wegwerkzaamheden het antwoordformulier in. En maak kans op zo'n mooi plaatje uit de online beeldbank van het Stadsarchief. De winnaar mag er zelf een uitkiezen. En de winnaar van vorige week is Josephine Osterwald. Gefeliciteerd, Josephine. De taxistandplaats op het Haarlemmerplein wordt tijdens de werkzaamheden even opgeheven. En let op, want ook het openbaar vervoer stopt bij tijdelijke halte. In principe gaat het verkeer er gewoon langs heen zoals dat normaal gaat. De rechtdoorgaande beweging naar de Plansiestraat is enigszins gestremd, maar proberen zoveel mogelijk in het werk te houden. Wat betreft het openbaar vervoer hebben we de tramhalte helaas niet in gebruik. En de bus zal halteren tijdelijk in de Marnixstraat en de nachtbus hier op de taxistandplaats. En de taxistandplaats hebben wij tijdelijk op de Plansiestraat gebracht. En voor meer informatie kunt u natuurlijk kijken op amsterdam.nl/wegwerkzaamheden. Dit was het verkeer. Tot de volgende keer.